Dankjewel, Iwan. Luisteraars, welkom bij het tweede uur van Wel Geïnformeerd. Owen Venlo, welkom bij het tweede uur. Yes, hoi, hoi. We gaan praten met Natasha Adema. Goedenavond. Ja. Hallo, Natasha. Hallo, goedenavond luisteraars. Goedenavond Iwan, goedenavond alle mensen. Goedenavond Owen, goedenavond Krishna. Heb ik iedereen genoemd nu? Oké. Okay. Ja, heb je gedaan, ja. Ja. Natasha, we gaan praten over de rol van het IMF in Suriname. En dit naar aanleiding van de straffe maatregelen die Suriname op gezag van het IMF moet uitvoeren. Ja. Denk maar aan de afschaffing van de subsidies, waardoor de kosten voor levensonderhoud zijn gestegen. Denk maar aan de BTW, die is ingevoerd, waardoor de prijzen van producten omhoog zijn geschoten. En zo kan ik nog doorgaan. De IMF vindt dat Suriname, de huidige regering, zijn best doet om de overheid weer op de been te krijgen, om de financiële monetaire situatie weer te normaliseren. Onlangs is nog de derde tranche, zoals ze dat noemen, vrijgekomen van het IMF. En voor de gewone man en vrouw in Suriname is er geen zicht op verbetering. Ondanks het feit dat IMF toch vindt dat het goed gaat. Wat kunnen we nog verwachten, Natasha? Krishna. De IMF heeft gezegd, ze doen hun best. Ja. Maar IMF heeft niet gezegd dat het goed gaat. Nee. Oké. Nee, goed. Ze zijn positief. Laten we het zo zeggen. Ze zijn positief gesteld. Ik heb dat, wat ze over Suriname zeggen, heb ik hier voor me. Ze geven een projectie dat de groei, er weer groeimogelijkheden zijn, et cetera, et cetera. Maar het probleem dat ik heb met IMF zijn twee dingen. Het eerste is dat het een staf, op stafniveau, dat het IMF met een staf komt. Het is niet de top van de IMF. Het zijn allemaal mensen die daar in cubicles zitten en die dan komen onderhandelen met de top van de Surinaamse politiek. Ze bedanken de president, de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Binnenlandse Zaken, de governor. Maar waar zijn die ambtenaren, dus de beleidsmedewerkers, die in feite de gesprekken moeten voeren? Dus dat vind ik al een misser, hè? Want die mensen weten eigenlijk wat er aan de hand is. En dan, het IMF heeft altijd de gewoonte om uit te gaan van de projecties die ze gepresenteerd worden door het land van herkomst zelf. En dat was een groot probleem altijd. Ik heb tijdens mijn promotieonderzoek, als ik kwam met cijfers, dan werd mij toegeblaft door de promotor en de co-promotor, de begeleiders. Geloof niets. Geen enkel cijfer van deze organisaties moet je geloven. Je moet kijken of er betrouwbare statistieken zijn op elders. En voor Suriname geldt dat er geen enkele betrouwbare statistiek voorhanden is. Dus je kunt, wat er ook gezegd wordt, dus wat het IMF ook zegt, dat die prognoses gunstig zijn, al hadden ze gezegd dat die prognoses ongunstig zijn, je kan het niet weten, want de cijfers die zij hebben, die zijn geproduceerd en verstrekt door de Surinaamse politiek. Ja. En dat is echt een biggie problema. Ja. Owen? Ja, de echte cijfers komen meestal in geruime tijd daarna. Maar dan is het leed al geschied. Dan is het leed al lang geschied en dan praat je over zoveel tijd en dat mensen gaan kijken. En het IMF doet zelf ook, want ik heb vandaag de hele dag gekeken van, maar wat hebben ze over Suriname geschreven? Zijn er onderzoekingen gedaan? Is er een wetenschap iets of dat of dat? Een wetenschappelijk onderzoek, niets van dat alles. Het IMF produceert alle
dus alle documenten die we kunnen vinden op internet, worden door het IMF geproduceerd en verstrekt. Vanuit Suriname, als je gaat kijken naar de media daar, de mediahuizen, en je gaat kijken, hebben zij kritische noten? Natuurlijk hebben ze kritische noten, maar in hoeverre, hoe ver gaan die kritische noten? Het blijft maar op het niveau van de mensen kunnen niet eten, de mensen zijn arm, ja. De mensen zijn dit, de mensen zijn dat, en dat weten wij al. De effecten, de lange termijn effecten van het beleid van IMF, we hebben zoveel andere landen om te kijken. We hoeven niet te gaan naar, we hoeven niet eens ver te gaan. We hebben Guyana, Trinidad en dan komt er ook nog Jamaica. Jamaica is vanaf de jaren 70 een klant bij het IMF. En het lukt ze maar niet om dus uit dat juk vandaan te komen. Dat lukt ze maar niet. Iedere keer wordt er geherstructureerd, want zo noemden ze dat debt restructuring. Dan wordt er weer een nieuwe debt restructuring. Maar zij komen er maar niet uit. En dan moet ik je zeggen, er zijn andere prognoses van bijvoorbeeld het CITLA, dus dat is het Central Economic Development Latin America. Die zijn niet erg hoopvol. Die zeggen dat in 2050 het Caribisch gebied nog steeds tot een van de armste regio's van de wereld zal behoren. Ja. Zo. En dat is nogal wat. Het is nogal een uitspraak. En dat zijn geen... Dat zijn dus, want dan kan je ook zeggen van... Ja, maar dat is Witman Takasani. Nee, het zijn... CITLA is Latijns-Amerika. Zelf zijn Latijns-Amerikaanse economen... Die becijferingen maken. Ja. En dan... Dus je hebt eigenlijk... En als je gaat kijken naar Suriname... Laat me daarop terug gaan. Dan zie je eigenlijk dat wat zij zeggen van 2050... Dus die negatieve prognose... Ja. Dat ook... waar kan zijn. Want laten we gaan praten over die Chinezen in Suriname. Met die Chinezen, die dus bijvoorbeeld op dit moment weigeren te onderhandelen over herstructurering van de schuld. Ja. En ga kijken wat ze uitgevoerd hebben in Zambia, in Sri Lanka, in Kenia. Waarbij zij op het moment dat jij wil komen herstructureren, dat zij onderpand eisen. Die haven in Sri Lanka, die zit nu in Chinese handen. Voor 99 jaar hebben ze die gepacht, zeg maar. Ja. Dat heet de Hambantota haven. Die is nu in handen van de Chinezen voor 99 jaar. Men spreekt in feite over verlies van soevereiniteit voor Sri Lanka. Mm-hmm. In Zambia, daar... is het zo ernstig, dat is het. Het is te kort, dus de tijd is te kort om daarover te gaan praten. Maar wel zeggen de critici, dat als het toen de Chinezen daar niet waren, dat het IMF dat land wurgde. En toen het IMF dat land niet wurgde, waren daar die Amerikanen en die Europeanen. Ja. Dus het is niet alleen maar een probleem. Dus die arme landen hebben niet alleen maar te maken met het IMF. Die in feite een onmenselijke factor is. Dus al in die hele onmenselijke, dat hele onmenselijke verhaal. Dat je in een land, zoals men zegt, ze zeggen steeds je moet de broekriem steviger aantrekken. Maar als je niet eens een broekriem hebt om steviger aan te trekken, dan wat dan? Ja, Natasha, dus uit je betoog begrijp ik dat de problemen voor de landen als Suriname, Jamaica en nog die andere landen die je genoemd hebt, dat zijn structurele problemen. Ja. Die problemen gaan niet worden opgelost door IMF. En een deel van het probleem is dat landen te weinig produceren om zelf geld te verdienen. Klopt. En zeker voor een land als Suriname met 600.000 inwoners. Ja. Wat moet dat land nou gaan produceren, anders dan de export van grondstoffen? Niets, omdat je op het moment je bent de leedkomer. Ook voor wat betreft die olie, kunnen we alles gaan praten en weet ik veel wat Dubai-scenario's gaan verzinnen. Maar Wijlen Dirk Verrier, die had het ze al verteld. Je hebt de ellende die je dus hebt, is dat je een laatkomer bent.
Er worden nu gesprekken gevoerd in Europa over reducering van stikstof, over elektrische auto's. Ja. En dus waar sta jij met je olie? Al heb je meer olie dan de Arabische Emiraten, het maakt allemaal niet uit. En je hebt die goud die ze uit die grond halen. En er zal nog veel meer zijn wat ze uit die grond kunnen halen. Dat zal alleen maar tot destructie leiden. Dus je krijgt steeds, er gaat steeds een druk op die stad komen. Die stad die al door die klimaatveranderingen, al onder, die stad is onder water. Die stad oogt vermoeid. Ja. En Suriname is nu al een tijdje bezig om met olie als onderpand, wat gaat komen, nu al zich te verbinden richting schuldeisers en de toekomstige generaties. En die oliemaatschappijen, die weten dat Suriname zwak is. Ja. Dus die geven ook niet de maximale opbrengsten uit die olie. Dus eigenlijk is het, soms kan je door veel van iets te hebben, word je niet rijk, maar juist arm. Ja. Het gaat boemerang effect in. Ja, ik wil in dit verband het voorbeeld aanhalen van Trinidad. De Trinidadianen hadden de beschikking over olie voor hun kust. Ja. Ze zijn in de jaren 70 begonnen met de exploitatie. En inmiddels, 30 jaar later, zijn de bronnen uitgeput. En Trinidad stinkt langzaam maar zeker weg in armoede. Ja. Het land heeft zich niet kunnen ontwikkelen tot een rijk land. De situatie wordt daar heel moeilijk. En we zien hetzelfde gebeuren wat de bauxiet betreft met Suriname, Guyana en Jamaica. Ja. Jamaica was jarenlang de grootste bauxiet-exporteur ter wereld. Maar dat land, dat behoort tot de armste landen in de wereld. Dus ja. Wij landen in de regio zijn grondstof-exporterende landen, omdat we te klein zijn om één product te maken en te exporteren. Maar er zit ook nog iets anders, sorry. Ja. Er zit ook nog iets anders als jij een regering hebt die ook niet goed kan zien hoe je een economie draaiende houdt. Want kijk, er zijn een heel simpel ding. In Suriname zijn er diverse callcenters van, die verlenen allemaal hun diensten aan Nederland. Spoorwegen, allerlei bedrijven die maken daar gebruik van. Het zijn allemaal ook bedrijven die opgezet zijn met buitenlands kapitaal. Ze worden in de regel ook bemand door buitenlanders, lees Nederlanders. Ja. Maar je zou kunnen denken aan zulke constructies, hè? Om werkgelegenheid te creëren. Ja. Je kan ook gaan denken van kijk, we moeten voor onszelf voedsel gaan produceren. Je gaat kassen bouwen om je bevolking zelf eten te geven. Die discussie van planten en dat soort dingen, je moet zorgen dat die dingen ter hand worden genomen. De overheid moet dat soort zaken voor de burger, moet de burger faciliteren om dit soort zaken te kunnen regelen. Vergunningen moeten makkelijk zijn, zodat je handel kan drijven met het buitenland als particulier. En als je gaat kijken of dat soort dingen van de grond kunnen komen, en dan ga ik ook in Guyana is het lastig, in al die landen is het lastig. CARICOM is bijvoorbeeld ook een doodgeboren baby, terwijl ze veel meer hadden kunnen doen. Ja. Als je gaat kijken, dat is ook de grootste kritiek die er wordt geuit. Dat die landen zichzelf niet, dus die politiek kan zijn handen niet afhouden van de private sector. Door die mensen, dus door een liberaal beleid te voeren ten aanzien van handel. Ja. Want als je dat zou kunnen doen, ja, dan heb je al een heleboel gewonnen, om het maar zo te zeggen. Als je dat zou kunnen doen, dus door bijvoorbeeld investeringen in de landbouw, zodat Suriname zelf zijn voedsel kan verbouwen. Die rijstsector die helemaal kapot is en die nu verhuisd is naar Frans-Guyana. Kijken hoe je dat weer goed kan op de been kan krijgen.
al dat soort zaken. Niemand praat daarover. Once in a while gaan ze praten wanneer er verkiezingen is. Nu wordt er kokosolie. Maar die kokosolie van Coroni. So what? En Natasha, we krijgen een vraag van een luisteraar. Wat vinden jullie, jij en Owen, ervan wanneer de Surinamers zouden besluiten, Surinaamse regeringen dan, tot het toelaten van meer mensen in Suriname, waardoor er die mensen aan de slag gaan met bedrijven, met investeringen? Maar dat gebeurt al, alleen is het zo dat dat niet voor iedereen weggelegd is. De mensen die dus meestal toegelaten worden, dus dat is het probleem op die Surinaamse markt, ja. Dat zijn allemaal friends and family. Dus dat is het, dus we kunnen lang gaan praten, want één ding, en dat is bijna Owen voor het eerst, Mokotagi, je hebt gelijk, in dit geval, dat ding dat jij zegt over de Surinamers, die diaspora die weg is gegaan. Ja. We hebben vanaf de jaren 20, begin vorige eeuw, lekt het intellectuele smal deel van Suriname, alles lekt weg. Dus die kennis, er is zo'n grote kennislek. Dat het is bijna even groot als die Atlantische Oceaan. Dus we kunnen wel zeggen van ja, je moet mensen toelaten, maar guess what, hallo, wij zijn hier. En het feit is dat de mijn generatie, die generatie van Krishna, er is nog nooit zo'n hoogopgeleide generatie Surinamers geweest als die generatie van mij en van Krishna. Precies. En waar zijn we? En Natasha? Maar we moesten vluchten, want ons leven was niet veilig. Ja, maar dat is niet van belang. Maar dus, het was op een gegeven moment was het van belang. Maar nu niet. Ik bedoel, nu gaat het toch om de Surinamers, ruim 1 miljoen Surinamers wereldwijd. En Suriname maakt van de helft, ruim een half miljoen Surinamers wereldwijd, geen gebruik om het land op te bouwen. En nou komt het. Terwijl dat in 1975, in de toescheidingsovereenkomst, artikel 5, lid 2, is afgesproken. Maar ze hebben het ook gedaan. En dan komt het vervelende verhaal. Jawel. Kijk, en dan ga ik iets persoonlijks. Mijn vader, en niet alleen mijn vader. Mijn vader was een van de directeuren van het ministerie van Onderwijs. Huh? Hij en meneer Buena de Mesquita, ook meneer Venetiaan, al dat soort mensen die kwamen twee keer per jaar, kwamen ze hier naar Nederland om leerkrachten te werven. Ik weet het. Weet ik nog, ja. Ja, want wij kwamen ook mee met mijn vader. En dan zaten we daar in de pijp bij mijn oom, één hoog. Ja. En een zaterdagavond, dan zaten we allemaal, de hele familie die zat bij elkaar. En plotseling wordt er gebeld. En dan komt daar een meneer. En wat wil hij hebben? Een Surinaamse meneer, waar mijn vader juist zo blij was dat hij een Surinamer had gevonden die wilde komen werken op een van de technische scholen. Ja. En wat vraagt die meneer? Hij wil nog meer hebben dan ze kunnen bieden. En toen zei mijn vader, maar dat kan ik niet doen, omdat dit het beperkte budget is. Wij betalen je overtocht, maar voor bepaalde dingen moet je zelf zorgen. En dus Suriname had op dat moment huizen kunnen bouwen voor zijn mensen. Ze hadden dit kunnen doen, dat kunnen doen. De vraag is alleen of zo'n meneer tevreden was geweest met dat huis. En dus waar die Nederlanders vol enthousiasme kwamen, die Nederlanders. Het was beschamend om dat mee te maken. Ja. Klopt. En daar komt nog bij. Ik heb het meegemaakt, hè. Een vriend van mij, ingenieur uit Delft, heeft mij een contract, wat een Duitse ingenieur van Suriname had gekregen, met allerlei faciliteiten. En die Surinaamse ingenieur zegt tegen mij, vraag aan Aaron, hoe kan dat? Die Duitser, witte Duitser, krijgt alle faciliteiten en ik niet. Dus ik heb het aan Aaron gevraagd. Wat zegt Aaron? Ja,
die Surinaamse ingenieur is een landskind. Hij moet zelf de zaken regelen. Ik zei, Henk, juist moet je hem meer faciliteiten geven dan die we gewoon Duitsers. Dus maar om het verhaal, kijk, we hebben de Surinaamse regeringen hebben het laten afweten. Ja, ze investeren absoluut niet in kennis en kunde van hun eigen bevolking om op de vraag van die luisteraar terug te komen. Dus je kunt mensen laten halen uit het buitenland. Ja. En je kunt zoveel allerlei dingen doen. Maar uiteindelijk komt erop neer dat als jij niet investeert. Juist. En als jij de private investeringen geen mogelijkheid geeft. Ja. Om wat te kunnen bereiken. Dus entrepreneurschap. Ja. Als je daar niet aan kan werken, dan ben je nowhere. Het overige is het IMF. IMF, het programma van het IMF is gericht op privatisering, op marktwerking en deregulering. Maar dat deel, dat laten ze achterwege de Surinaamse regeringen en al die andere regeringen. Waardoor het hele concept van de IMF niet werkt in Suriname. Maar het IMF is zogenaamd, zeggen ze, dat zij dus de private sector willen stimuleren. Maar als je gaat kijken naar wat zij naar hun eisen, en dat is dus ook het grootste, de grootste kritiek op het IMF, dan betekent het in de regel dat er gewoon gewerkt moet worden aan macro-economische stabiliteit. De mensen die zij investeren ook niet in het land. Wat zij doen, zij geven aan de centrale bank, bieden zij de mogelijkheid om op de markt tegen een gunstige rente valuta te lenen. En die valuta wordt gebruikt om de nationale munt te stabiliseren. En that's all. Alle andere verhalen die ze vertellen en wat het IMF doet, dat is allemaal. Het IMF is in feite niets anders dan een internationaal deurwaarderskantoor. Ja. En een schuldsaneerder, een ordinaire schuldsaneerder. Ja. Dat zijn ze. En trouwens, Natasha, we praten nou zo over IMF. Maar de problemen van Suriname zijn veroorzaakt de afgelopen 40 jaar. Want IMF is nu de laatste 3 jaar boven water gekomen. Maar de oorzaken, ik neem een ander aspect. 30.000 overtallige ambtenaren in het Surinaamse overheidsapparaat. Ja, volgens de norm zouden ze 30.000 ambtenaren moeten hebben. Suriname heeft er 60.000. Dus je zult die moeten omscholen, herscholen, bijscholen voor de productieve sectoren, vooral olie. Doet Suriname niet. Nee, maar er wordt al vanaf de jaren 60 wordt er gesproken, en dat was Jan Tinbergen, die heeft een rapport gemaakt dus tijdens een van die 5 jaren plannen en dat soort dingen, om de economie te saneren. En hij had toen als grondvoorwaarde voor een stabielere economie het ontslaan van de boventallige ambtenaren. En dan praat je over 1960, toen hij dat opschreef, heeft zijn Nobelprijs gekregen. En wij zijn hier anno 2023 en we hebben nog steeds diezelfde discussie. Geen enkele minister van Suriname heeft het gedurfd om dusdanig te bezuinigen. En te bezuinigen op de plaatsen waar je moet bezuinigen. Niet ten aanzien, niet die arme mensen die al geen vet meer hebben op hun botten, om die nog meer kapot te maken. Maar te bezuinigen door een lean en mean overheidsapparaat te maken. Ja. Dat dus werkelijk kan functioneren, want het overheidsapparaat van Suriname functioneert ook niet. Natasha, we gaan een andere keer hierop verder, we zijn door onze tijd heen, want je legt inderdaad de vinger op de zere plek. De overheidsuitgaven die moeten omlaag en door dit ambtenarenapparaat gaat dat never nooit lukken natuurlijk, hè? Nee. Het gaat nooit lukken en dan dus je hebt een, en elke keer wanneer er een nieuwe ploeg aantreedt, dan komen er nog meer ambtenaren bij. Dus dat is iets waar je ook niet over praat. IMF, dus ik wil tot slot melden dat IMF ook vraagt om anticorruptiewetgeving, om anti-money laundering wetgeving. En Suriname heeft zich daaraan gecommitteerd. Ja. En dus ze zeggen dat ze zich gecommitteerd hebben. En ook daarover heb ik vragen. Ze doen het niet. Ze doen het niet gewoon. Ja.
Owen en Natasha, ik moet er echt okay. Het gesprek beëindigen. Helaas, we zijn door onze tijd heen. Maar goed, we zijn hier elke week. Dus een van de volgende keren praten we verder over dit onderwerp. Voor nu, ja. Natasha, bedankt voor je toelichting. Geen dank. Okay, Natas. Luisteraars, ja. Iedereen, prettige zondag. Goedenavond. Ja, ja. Oké. Okay. Dag. Ja, Owen, dat was Natasha Adema met de kwestie van het IMF. En dat helaas, we moesten natuurlijk... Ja, we hebben een andere gast aan de lijn die... Ik zie het somber in, hoor, voor... Ja, het is natuurlijk... Het is natuurlijk een waarheid als een koe dat je nooit meer van het IMF afkomt. Want het is voor de landen heel moeilijk om zich te houden aan al die voorwaarden en regels. Met als gevolg dat het IMF-programma eigenlijk niet goed wordt uitgevoerd. En je blijft dus in die vicieuze cirkel. Zie Argentinië, zie Jamaica, et cetera, et cetera. En je leeft op de pof. Ja. Je maakt nu al schulden voor de olieinkomsten van later. Nou ja, maar goed. Maar goed, ja. Goed.